Hallo allemaal, ik ben Lilaf, ik ben 14 jaar oud en ik zit in de eerste in de middelbare. Ik ben een zus van Fatima, sommige van jullie kennen mij. Fatima, wat is de eerste vraag? Wat betekent vrijheid voor jou? Vrijheid. Voor mij betekent vrijheid eigenlijk dat ik een keuze heb in hoe ik mijn leven leid. Dat ik zelf kan bepalen wat ik denk, zeg of doe. En dat ik de macht heb om te kiezen hoe ik ergens op reageer. Hoe ik denk of wat ik doe, is mijn verantwoordelijkheid eigenlijk. Dus dat is eigenlijk vrijheid van mij, vind ik. Wij gaan vandaag een interview houden over vrijheid. De eerste vraag is, wat is vrijheid voor jou? Vrijheid voor mij. Vrijheid om te doen wat ik wil. Om te zeggen wat ik wil. Gewoon lekker gaan en staan waar ik wil. Dat is vrijheid voor mij. Ik voel me altijd wel vrij eigenlijk. Ik ga mijn eigen gang. Ik voel me altijd wel vrij. Het is niet per se één dag. Even denken hoor. En dat ik me niet vrij voelde. Ja, dat is met de regering heeft dat te maken, hè? Dan voel je je soms niet zo vrij. Omdat ze zeuren over dit en dat. En dan voel je je niet zo vrij. Was er ook een dag dat je je wel vrij voelde? Maar gewoon een moment. Een moment dat je... Een moment? Ja. Ja, maar ik zeg, ik voel me altijd al vrij. In alle momenten, goed genoemd. Ik voel me gewoon vrij. Ja, vrijheid is zo moeilijk om te beschrijven wat het is. Kijk, als je alles aan gaat trekken of zo, of van wat de regering doet en weet ik veel, dan van binnen voel je je niet vrij, dan ben je boos. En dan voel je je van binnen niet vrij. Maar ik bedoel, gewoon normaal gesproken, dan voel ik me best lekker en vrij. Ja. Nou, dat was onze interview. Bedankt voor je tijd. Heel erg veel bedankt voor je tijd. Oh, graag gedaan. Stel maar. Wat is voor u vrijheid? Vrijheid is dat je mag denken en zeggen wat je wil. En wel met respect natuurlijk voor andere mensen. Geen mensen kwetsen. Heeft uw vader of moeder in de Tweede Wereldoorlog? Ja, allebei. Mijn vader die was 4 en mijn moeder was 8 toen de Tweede Wereldoorlog begon. Mijn moeder woonde in het zuiden, dus die was al eerder bevrijd dan mijn vader die in Den Haag woonde. Zijn ze Joods? Nee. Oh. Zijn ze overleden? Ja. Hoe oud waren ze toen ze waren overleden? 78 en 84. Okay. En hoe oud, maar hoe wist je dan dat ze waren overleden? Nou, bij mijn moeder was ik erbij. Wow. En bij mijn vader hoorde ik dat graf. Mist u ze? Tuurlijk. Je ouders blijven er voor altijd in je hart. Hoe oud was je toen je moeder was overleden? Jeetje, nou dat is 4 jaar geleden, dus toen was ik 52. 4 jaar geleden? Oh. 52? Ja, ik word volgende week volgende maand word ik 56. Wat? Wat? Echt gelijk als een keer jong. Ik dacht 40, 42. Nou, hebben we nog meer vragen? Wat hebben we over de Tweede Wereldoorlog? Heb je nog meer vragen? Heeft uw moeder ook het Duitse leger gezien? Zeker. Heeft ze Hitler gezien? Nee. Volgens mij is hij nog nooit in Nederland zelfs geweest. Nee. Nee, en de opa van mijn man, die was een hele grote verzetsheld in Friesland. En er was echt zijn straten naar hem genoemd. Oh ja. Ja, hij was echt een verzetsheld. Heel spannend. En de oma van mijn man had Joodse kinderen in huis. Oh ja. En werden die Joodse kinderen ook vermoord? Nee, die leven nog.
En we hebben nog steeds contact. Met de Duitse leger? Nee, met de kinderen, met de familie waar ze ondergedoken hebben gezeten. Maar het was wel heel spannend, snap je dat? Want het was continu werd er een bedreiging om verraden te worden. Waren de Joodse kinderen ook in het concentratiekamp? Nee, want ze hebben de hele oorlog bij oma van mijn man geleefd. Oh. In een geheim kamertje. Waren ze betrapt door de Duitsers? Nee, want ze leefden niet. Ze hebben gewoon gelukkig de oorlog overleefd. En ze hebben zelf ook al kinderen gekregen. En waar waren ze verstopt dan? Ze hadden een kamertje in de gang. Dat was een kast. En dat was een dubbele wand. En daar hadden ze speciaal gemaakt. Niet lachen. Goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Mogen we u een paar vragen stellen? Graag. Is het oké? Is goed. Is goed. De eerste vraag. Hoe oud bent u? 68 jaar. Ja. Hoe heet u? Mevrouw Isaias. En nu uw naam? Justine. Oké. Ik heb gehoord dat u de tweede grote familie heeft van Suriname. Is dat waar? Ja, dat klopt. Ja. Je hebt eerst de familie Pinas en daarna de familie Isaias. Familie Pinas komt uit Para, is een district. En familie Isaias komt uit Coroni, ook een district. Ja, dat is goed. Weet u een beetje van de oorlog? Nee, niet bepaald. Toen was ik klein of ik was nog niet geboren. Ja. Heeft u een klein beetje gehoord over Anne Frank? Ik heb wel verhalen over Anne Frank, dat ze in de schuilkelders moet en zo. Ja. Over de Duitsers, maar ik heb niet zoveel over gelezen. Oh, ja. Waar was je familie? Anne Franks vader Otto Frank heette. Ja. Dat weet ik wel een beetje. En waren een paar familieleden van u doodgegaan tijdens de Tweede Wereld? Niet dat ik weet. Ik denk het niet. Hoe vond u wat bijvoorbeeld gewoon wat er in Oekraïne, Rusland gebeurt? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het is ondraaglijk. Ik wens geen mens daartoe. Ja. Want die mensen hebben geen eten, moeten vluchten. Ik vind het verschrikkelijk. Ja. Tweede. Heeft u misschien een klein beetje gehoord over Hitler? Ja. Hitler is ook een dictator. Ja. Hij heeft veel mensen ook omgebracht. Dus dat. Geen goed mens. Is goed. Tweede. Tegen familie. Ja, dat was het eigenlijk. Dit was de interview. Ja, dank je. Dank u wel voor dank de dank voor u wel. Graag gedaan. Voor uw aankomst. Fijne dag. Fijne dag nog. Dank je wel. Heeft u een oorlogsverhaal? Jeetje, ik heb geen oorlogsverhaal. Ik heb zelf de oorlog niet meegemaakt. Esther. Dankjewel. Maar mijn vader en moeder wel. En die hebben daar altijd heel veel over verteld. Hoe het voor hen was. Mijn vader was een jong jongetje. Zijn vader was opgepakt door de Duitsers. En hij heeft de hongerwinkel ermee gemaakt. Dus hij moest als jong jongetje eten gaan zoeken voor zijn ouders. Voor zijn broer, voor zijn zus en voor zijn moeder. En hij moest steeds verder van zijn huis om dat eten te zoeken. En wat is voor u vrijheid? Vrijheid is dat ik alles mag zeggen en denken wat ik wil. En doen wat ik wil. Maar wel zonder andere mensen gevoelens te kwetsen. En wat is voor u onvrijheid? Onvrijheid is precies het tegenovergestelde. Als je niet meer de dingen mag doen en laten die je wil. En niks meer mag zeggen. Dan leef je in onvrijheid. Oké, dank u wel voor uw tijd. Is het gelukt? Ja.